it's very simple. The theme of this tournament is the friendship through football. Friendship through football is the theme of this tournament. I am so happy that this tournament is organized in a very professional way. And I've been here several times, but I really want to express our sincere thanks to the Suriname Association of Football. They have done a wonderful job. And now the final game is still on. I just went on the site. I see people so happy. There are smiling faces everywhere. And this is really a kind of activity which involves local people and together. So I think this is a good field for us to cooperate between China and Suriname, especially between the embassy with the association, so that we are happy and players are happy and association are also happy with this project. Well, you know, the last year, we have some program planned for the people-to-people exchanges and understanding and friendship between China and Suriname. So the embassy think, you know, because people in Suriname, they love football very much. And you got a lot of film stars, sports stars, football stars. Some of them are still in China, coaching in China. And we think this is a good way for us to be together, to improve understanding and friendship. So that's why we think football is one of the best top field for us to cooperate. Er hebben in totaal 32 clubs meegenomen en in totaal waren er hier 480 spelertjes. In de leeftijdscategorie van onder 13 tot onder 17. Laat me zeggen, we waren zeer verheugd met het aanbod dat we kregen van de Chinese ambassade. Omdat wij in het programma van dit jaar, en dat is ook min of meer een vereiste van de FIFA, een heleboel meer moeten gaan investeren in het jeugdvoetbal. Zo moeten we naast jeugdjongens, jeugdmeisjes en teams hebben. Dus dit heeft voor ons, evenals voor de Chinese ambassade, als een soort van pilotproject gefungeerd. De afspraak die ik heb gemaakt met de Chinese ambassadeur vanaf het begin is van luister nou, dit is een pilot voor ons beiden. En als het voor ons beiden in de smaak valt, dan zullen wij dit tot een evenement maken dat op zijn minst één keer per jaar gespeeld zal worden. We gaan gelijk snel over tot de kampioen en semi-kampioenprijs. En dan beginnen we eerst met de semi-kampioen bij de U13. En dat is de ploeg van Transvaal geweest. Transvaal, semi-kampioen bij dit toernooi in de U13-klasse. Mogen de spelers van Transvaal naar voren komen? Maar ze krijgen allemaal een medaille van de Chinese ambassade. En uiteraard, ik neem aan dat jullie met lege handen komen, jongens. We komen met lege handen, jongens. Om dat trofee in ontvangst te nemen. En de proef van Transvaal krijgt ook een envelop met inhoud.